Welkom, een nieuwe workout of the week. En bij deze workout heb je een nieuwe innovatie. We gaan drop sets doen. Bij die drop sets ziet dat er als volgt uit. We doen een oefening, die is heel explosief intensief. Die doen we 5 keer. Dat zijn 4 oefeningen. Daarna heb je even pauze, heel kort. Dan ga je naar set van 10, dus 10 keer een bepaalde oefening. Die is iets lichter, dus je moet het zo zien. De eerste oefeningen zijn springend. De tweede oefening is meer op spanning. En de derde oefening is nog meer op spanning. Om wat langer die spanning vast te houden. En de derde set die doen we 15 keer. Dus 5, 10, 15. Het zijn maar 4 oefeningen, dus je hebt dat zo gedaan. Dan is je een uitdaging om dat hele parcoursje van al die dropsets 2 of 3 keer te doen. Naar eigen inzien. Dropset 1. In het teken van jumps. We starten met de tuck jump. Die doe je 5 keer. Daarna ga je naar de jumping push-up. Doe je 5 keer. Als dat te zwaar wordt, doe je gewoon op je tenen een normale push-up. 5 stuks dus. Vervolgens gaan we naar de jumping lunge. Yes. Tel die even als volgt. 1. 2. Dus beide benen 1 keer is 1. En als laatste de jumping mountain climber. Hand op de grond, voet op de grond. Je springt naar voren. 1, 2, 3, tot de 5. Daarna pauze, heel kort. Die pauze wil je eigenlijk, als het kan zelfs, bijna niet hebben. Dan ga je direct naar dropset nummer 2 van 10. Dropset 2, we starten met de squat jump. 1, ook zo. 2, doe je 10 keer. Daarna ga je naar de triceps push-up. Kan ook op je knieën, dat is je backup, hè. Altijd de eerste pakken als die lukt. Volgens nummer 3, en dat is de stay low lunge. Blijf onderin, stapje naar voren, lunge. Lunge, 2, 3, 4, tot de 10. En dan je laatste, dat is de grasshopper. En dat is deze. Probeer je voet te laten zweven. Je gaat naar voren, opzij, terug en set. Dat is 1. 2. Tot de 10. En als je een tweede erop zet, dan heb je nog 1 laatste. De derde van 15 keer. Die laat ik nu zien. Dropset nummer 3. De list variant. 15 keer alles. We starten met de normale squat. Je voeten onder je schouders. Klein beetje naar buiten, 15 keer. Daarna de push-up. 15 stuks. Knopen op je knieën. Dan gaan we naar nummer 3. En dat is de normale lunge. Voet voor. Je stapt naar achteren. Handen in je zij. 1. Stap terug. 1. 2. 2. Tot de 15. Maar ja, als je die 2 voorgaande sets gedaan hebt, dan ga je dit voelen. Dan heb je de spanning. En dan nummer 3, dat is de mountain climber. Deze van je af. 1, 2, 3, 4. En dat ook tot de 15. Dan heb je alles 15 keer gehad. En dan is het tijd voor jou, een time challenge. En dat is de echte challenge. Als je dat circuit doet, en daarna nog die time challenge. Als je dan een hoge score krijgt, goh, dan is dat heel erg knap. Challenge op. Tijd. We hebben 4 oefeningen, een mix uit elke dropset, dus eentje van 1, eentje van 3, eentje van 2, van alles en nog wat. En we doen als 10 keer. We starten met de squat jump, 10 keer. Vervolgens doe je de normale push-up, 10 keer. Daarna doe je de stay low lunge, deze. Dat is 1, dat is 2, 10 keer. En je eindigt met de mountain climber, 10 keer. Oké, ik ga hem nu doen. Ik ben heel benieuwd wat voor een topscore jij gaat krijgen deze keer. Dus laat het me weten en probeer mij natuurlijk te verslaan. Hè? Succes! Ik start hem nu. Squat jump. 1, 2, en lekker 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, stay low lunge. 1, 1, 2,
2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, mountain climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mijn tijd is 53 seconden en 22 achter de komma. Probeer deze tijd te verslaan. Je hebt mijn respect. Probeer een 10 seconden nog sneller te zijn. En dan ben je helemaal Superman. Succes!